Investeren in vastgoed is interessant door de maandelijkse huurinkomsten en vermogensopbouw. Echter, momenteel is investeren in residentieel vastgoed met een goed rendement niet makkelijk in Nederland. Wat voor alternatieven zijn er die je ook die maandelijkse cashflow opleveren? In mijn zoektocht kwam ik One Planet Crowd tegen. Via het platform van One Planet Crowd kan je investeren in crowdfundingprojecten met een aantrekkelijk rendement en duurzame impact. Mijn naam is Ewout van Vastgoedmentor en in deze aflevering van de serie Op zoek naar rendement gaan we de mogelijkheden van investeren in duurzame crowdfundingprojecten bespreken. Kan je daadwerkelijk investeren met een aantrekkelijk rendement en duurzame impact? Om deze vraag te kunnen beantwoorden hebben wij Laura Rozenboom uitgenodigd van One Planet Crowd. Laura is de oprichter en managing partner van One Planet Crowd. Welkom Laura, dank voor je komst naar de studio. Zou je jezelf even kort kunnen voorstellen wie je bent en wat je doet? Ja, nou, mijn naam is dus inderdaad Laura Rozenboom. Ik ben medeoprichter van One Planet Crowd en Start Green Capital. Okay. En dat zijn twee investeringsbedrijven. Het Start Green Capital is eigenlijk een fondsbeheerbedrijf. Mm-hmm. En One Planet Crowd is een crowdfunding platform. En wat de beide investeringsbedrijven gemeen hebben, is dat ze in duurzame investeringsproposities aanbieden, allebei. En wij zien duurzaamheid dan heel breed. Wij kijken naar alle 17 social development goals van de Verenigde Naties. Dus dat is zowel energieprojecten, vastgoed, maar dat kan ook sociaal rendement zijn of meer diversiteit. Ja, want ik zag inderdaad op jullie site One Planet Crowd een diversiteit aan projecten. Ja. Hè, van windmolenprojecten, zonneprojecten, maar ook investeringsprojecten in vastgoed. Ja. Klopt. En eigenlijk zag ik dat de rendementen, ondanks dat je dan duurzame impact hebt en misschien denkt, dan heb je ook wat minder rendement, zag ik dat er hele interessante rendementen bij die projecten zaten. Vandaar ook de reden dat wij dachten, nou leuk om jou eens uit te nodigen en dat wat met je door te nemen. One Planet Crowd, hoe lang bestaat dat al? Wat is de historie van jullie platform? We zijn One Planet Crowd gestart in 2012. Toen kwam eigenlijk crowdfunding op in Nederland. En begonnen de eerste platforms eigenlijk naar Amerikaans voorbeeld zich in Nederland ook te ontstaan. En ik had toen met Koenraad de Vries hadden wij al Start Green Capital, dat fondsbeheerbedrijf. En daarvoor beheerden we een aantal fondsen, allemaal gericht op wat clean tech heette in die tijd. Dus duurzame technische vindingen of energieprojecten. Maar wat wij zagen is dat er heel veel ondernemers langskwamen en die hadden dan een plan of een bedrijf al. En dat paste dan net niet in een van de doelstellingen van die fondsen. Want bij die fondsen spreek je van tevoren heel duidelijk de criteria af waaraan een nieuw bedrijf moet voldoen. En wij vonden het ook heel leuk dat door crowdfunding dat dan iedereen eigenlijk de kans krijgt om mee te doen. Ja. En bij die fondsen zitten institutionele investeerders vooral daarin. En family offices. Dus dat gaat echt om veel grotere bedragen. Dus toen zijn we eigenlijk dachten van, dat is leuk, gaan we ook crowdfunding doen. En hadden nog niet helemaal in de gaten wat dat inhield. In het begin was crowdfunding eigenlijk ook heel klein in Nederland. De projecten die toen live stonden op de verschillende platformen, dat ging om leningjes van €30.000 gemiddeld. Die markt was eigenlijk nog heel klein. Maar door de jaren is natuurlijk die crowdfundingmarkt heel hard gegroeid. En zijn ook de gemiddelde bedragen die ondernemers ophalen veel groter geworden. Ja, want wat is eigenlijk voor ondernemers dan een reden om te zeggen, ik ga niet naar een bank, maar ik ga naar een platform als One Planet Crowd om daar mijn financiering te regelen? Dat verschilt een beetje. Dus sommige MKB-ondernemers met relatief kleine leningen, zeg maar onder de 500.000, die zijn niet heel geliefd bij banken. Dus die willen eigenlijk grotere bedragen uitlenen. Mm-hmm. Dus die komen vaak bij crowdfundingplatforms terecht. Andere ondernemers die zien juist in crowdfunding een extra
iets extra's dat ze juist de crowd of het publiek erbij kunnen betrekken. Dus die, als ze, vooral als je een consumentenproduct verkoopt, dan is dat natuurlijk heel aantrekkelijk. Ja. Dat je meteen zo, behalve investeerders, eigenlijk worden het ook ambassadeurs van je bedrijf. Dus die kun je erbij betrekken. En bij energieprojecten zien we heel veel dat de gemeente of de provincie die stelt als eis dat de omwonenden van bijvoorbeeld een windpark betrokken worden bij dat windpark. Ja. Te voorkomen dat mensen allemaal gaan protesteren dat er een windmolen in hun achtertuin komt. Dus. Ja, ik kan me voorstellen dat de betrokkenheid van de mensen die natuurlijk rendement willen op een investering, maar ook groter is als het ook echt een project is waar je, wat misschien in je omgeving zit. Ja. En dat je dan een andere betrokkenheid hebt bij het project dan als het er alleen maar komt te staan en je hebt er alleen maar last van. Maar dat je ook ziet, het is iets wat de energietransitie helpt. Ja. En het levert mijn rendement op ook. Ja, dus wat we meestal doen bij energieprojecten is dat we eerst in de omgeving vooral gaan crowdfunden. Dus we kunnen selecteren op postcode. Dus we gaan eerst die mensen benaderen die in de buurt wonen. En dan op een gegeven moment steeds grotere kringen. En dan zetten we het open voor heel Nederland bijvoorbeeld. Oké. Ja, en als je dan kijkt naar... Ik heb natuurlijk als voorbereiding op dit interview met jou gekeken naar jullie website en ik zag dat er best een boel projecten zijn. Op dit moment zag ik dat er een project is wat eigenlijk in juli live is gegaan en ook nu alweer vol is. Kan je eens een voorbeeld laten zien van hoe dat eruit gaat als je als investeerder investeert in een project? Ja, ik zal het laten zien. Dat is het project Reborn. Dat is een vastgoedproject in Den Haag. Het is een pand wat wordt herontwikkeld. Zo. Elk project heeft een aparte projectpagina waar een beschrijving wordt gegeven van het hele project. En daaronder zitten een aantal documenten die je kan downloaden als investeerder om je verder te verdiepen in het project, wat de rendementen en de risico's zijn en wat de plannen zijn. Een van de verplichte documenten is de AFM-documentatie. Bij vastgoed doen we altijd de taxatierapporten erbij, want dat is natuurlijk heel belangrijk voor vastgoed. En daarnaast schrijft de ondernemer zelf ook een investeringsmemorandum om uit te leggen wat zijn plan is met het project, of in dit geval het vastgoedproject. En als iemand die allemaal heeft doorgelezen en bedenkt, dat spreekt me aan, dan kan je investeren. En dan zie je hier, de minimum inleg is meestal bij onze projecten €250. En dan kan je zeggen, ik wil 1 keer of 2 keer of 3 keer €250 investeren. En dan kan je daarmee op doorklikken en dan wordt er automatisch, want je moet wel eerst een profiel aanmaken bij ons, dat kan ik later laten zien, wordt er een leenovereenkomst gegenereerd. Want die gegevens die staan dan automatisch erin als je bent ingelogd. Oké. En dan dit project, zag ik, ging over 3,8 miljoen. Dat is wel een flinke investering die er dan nodig is voor dat project. Want wat voor project is dat dan in dit geval? Dat het ook binnen jullie crowdfunding-omgeving valt, dus ook iets van duurzame impact oplevert? Ja, ze gaan dat project herontwikkelen en eigenlijk verduurzamen. Dat zie je natuurlijk heel veel nu bij vastgoedprojecten. Dat oude, vroeger werd daar gewoon minder duurzaam gebouwd. Nu tegenwoordig wordt daar veel beter over nagedacht. Dit project wordt, dit pand wordt eigenlijk duurzaam herontwikkeld en ook geschikt gemaakt voor mensen met minder inkomen, dat die daar kunnen huren en wonen. Dus, en dan als ik als investeerder daarin zou investeren, dus ik zie dan eigenlijk wij krijgen natuurlijk ook vaak de vraag, ik wil investeren in vastgoed. Kan het met weinig geld? En dan is natuurlijk de definitie van weinig voor iedereen wat anders. Maar €250 is redelijk laagdrempelig. Ja. Dus op deze manier zou ik als investeerder kunnen investeren echt in een fysiek vastgoedproject. Ja. Waar je ook kan gaan kijken wat er gewoon wordt herontwikkeld met €250. En op die inleg, daar ontvang ik dan wat voor dit project. Welke rente gaat het hier om? Dit gaat om 6% rente.
En wij rekenen als One Planet Crowd ook een beheervergoeding aan de investeerders. En die is 0,4% per jaar. Dus, netto, zeg maar, is het 5,6%. Ja, okay. Dus ik als investeerder krijg 5,6% rente op mijn inleg. Investering, ja. Nou, dat is op zich, zeker als je het vergelijkt met je spaargeld op een op de spaarrekening, helemaal niet verkeerd. En het leuke is dat je ook investeert in een project wat er ook echt komt, inderdaad. Dus vanuit dat oogpunt voel je ook gelijk een echte vastgoedinvesteerder. Ja. Dat is natuurlijk met fondsen of ETF's op de beurs is het natuurlijk veel verder weg. Dan heb je er helemaal geen gevoel bij. Maar dat is wel het leuke van zo'n project. Dit project is inmiddels ook al helemaal gefinancierd. Ja, dit was een relatief groot project voor ons. We hebben het nog wel grotere gehad, maar deze die duurde ongeveer een week om vol te raken. De kleinere projecten, wat nu kleiner wordt gezien, is bijvoorbeeld de zonneparken, die zijn rond de 200.000, 300.000 euro. Die zijn vaak in enkele uren al vol. Dus jullie projecten range dan nu zit in de range van 200.000 tot het grootste wat we tot nu toe hebben gedaan is 7,5 miljoen. Maar het wordt niet beperkt door de regelgeving. We zouden ook 15 miljoen of 20 miljoen kunnen racen. Oké, interessant. Dus dan ben ik als investeerder, heb ik een profiel aangemaakt. Ja. Dan heb ik een project gevonden wat nog open staat voor inschrijving. Dan uiteindelijk leg ik daar geld op in. En hoe gaat het dan in zijn werk? Dan is het na een tijdje vol. Ja. Dus dan is de financiering rond. Hoe gaat dan de volgende stap in zijn werk? Ja, dan moeten wij de clearing doen. Dus dan gaan wij kijken, heeft die ondernemer echt alles aangeleverd wat hij moet aanleveren? Zijn alle bedragen echt overgemaakt en klopt het? Is het hele bedrag bij elkaar gebracht? En dan, als dat zo is, dan wordt het... Wij verzamelen het geld op een derde rekening. Dus dat staat niet bij One Planet Crowd, maar dat staat bij een payment provider, zoals dat heet. Mm-hmm. En die payment provider maakt dan het geld over naar de ondernemer. Okay. En die krijgt ook te zien... die krijgt ook alle individuele contracten, laat ik maar zeggen. Dus die weet wie er in het project geïnvesteerd hebben. En dan daarna moet die ondernemer de crowd op de hoogte houden. Dus we hebben afgesproken met de ondernemer dat hij 2 keer per jaar een update stuurt over zijn project. En wij zien erop toe dat dat echt gebeurt. En de meeste van de projecten die betalen 1 keer per kwartaal rente en aflossing. Dus daar zien we ook op toe dat dat echt betaald wordt. Dus ik zei in mijn intro maandelijks, maar in dit geval is het niet elke maand, maar elk kwartaal, nog steeds. Ja. Wat natuurlijk fijn is dat je cashflow, geld terugkrijgt op je investering. Oké, dus dan heb je geïnvesteerd, dan zit je geld in een fonds en een ondernemer gaat ermee aan de slag. En dan eigenlijk... dan kan de ondernemer het geld gaan gebruiken. Ja. En hoe ziet het er dan uit voor mij als investeerder? Mijn portefeuille bijvoorbeeld. Ja, we hebben daarvoor... iedereen heeft zijn eigen portefeuilleoverzicht. Okay. Wat hij kan zien als die is ingelogd op de website. En ik heb samen met mijn co-investeerder en oprichter van One Planet Crowd... hebben wij een fonds, Fund the Future. En daarvan zijn we meegegaan in alle... leningen die er zijn, ooit zijn geweest, ook op One Planet Crowd. En daaraan kan ik laten zien hoe zo'n portefeuilleoverzicht eruit ziet. Nou, hier is te zien dat wij in totaal in 88 bedrijven hebben geïnvesteerd. En die totaal was voor 37.000 euro. Daarvan is 21.000 al terugbetaald in lening in rente en aflossing. En er staat nu nog bijna 15.000 uit in projecten. En dan is er te zien dat zowel leningen als converteerbare leningen zijn. De meeste investeringen die we hebben gedaan zijn gewone onderhandse leningen. En onderhandse lening betekent eigenlijk dat het een lening is direct aan een ondernemer zonder tussenkomst van een bank. Okay.
En daarnaast hebben we een aantal converteerbare leningen gedaan. Dat zijn leningen die omgezet kunnen worden in aandelen. Okay. Daarvan doen we er minder per jaar, echt maar 1-2 in echte groeibedrijven. Want daar wil je eigenlijk profiteren van de groei van zo'n bedrijf. Mm-hmm. En bij ons zijn die leningen converteerbaar op het moment dat er een grote professionele investeerder instapt in zo'n bedrijf. Dan mag de crowd ook converteren met een korting op de investeerder die op dat moment instapt, omdat de crowd eerder is ingestapt. Dus die hebben eerder risico genomen. En daarna hebben die crowdfunders hebben allemaal eigenlijk certificaten van aandelen. Okay. En zitten... Moest ik ook nog uitleggen. Moest ik dat van die stak ook nu uitleggen? Of wordt dat allemaal heel veel te technisch? Ja, maak je okay. vraag wel af. Die stak, ja, ik weet ja. niet. Ja, dat was ook een vraag voor jou. Ja. Dus stel dat er 400 crowdfunders in één converteerbare lening zitten. Die mogen kiezen op dat moment of ze willen converteren of niet. Als ze kiezen om te converteren, dan krijgen ze certificaten van aandelen. Okay. En als ze zeggen, nee, ik wil toch niet converteren, ik wil het gewoon als lening houden. Dan worden ze in een aantal jaar afgelost. Okay. Als ze wel kiezen om te converteren, dan worden ze eigenlijk mede aandeelhouder in een bedrijf. En dan weet je dus niet wanneer je dat geld ooit terugkrijgt. Want dat hangt er vanaf wanneer het hele bedrijf verkocht wordt. Maar het rendement wat je dan potentieel kan halen is natuurlijk wel vele malen hoger. Dus dan doe je eigenlijk een stukje durfkapitaal in nieuwe start-ups. Ja. Oké. Okay. Dus dat is voor ander soort bedrijven geschikt dan een gewone lening. En daarnaast hebben we ook nog de obligatielening, zoals dat project wat ik net liet zien van Reborn. Oké. Okay. Een obligatielening is, het verschil met een gewone lening is dat een obligatielening is verhandelbaar en een gewone lening niet. En een obligatie is eigenlijk zoiets als een aandeel, maar dan voor een lening. Dus dan zegt ze, één obligatie is een deeltje van een lening. Ja, okay. Bijvoorbeeld een obligatie was bij Reborn 250 euro. Okay. Dus dan kan je zeggen, ik wil 3 obligaties van 250 euro hebben. Okay. En dan zou je die ook kunnen verhandelen later. Oké, okay, nou interessant. Misschien nog toevoegen we waarom wij die verhandelbaarheid interessant vinden, is omdat vooral bij energieprojecten zie je dat die looptijden veel langer zijn dan een gewone MKB-lening in het algemeen. Dus soms zijn die wel 10 jaar en dan is het natuurlijk handig als je als investeerder op een gegeven moment toch daarin kan handelen, dat je het toch kan verkopen, dat je die mogelijkheid hebt. Maar aan de andere kant is het ook dan dat je dus over die lange periode ook je rendement krijgt. Precies. Dus je zit er langere tijd in. Maar aan de andere kant heb je dan misschien voor 10 jaar lang die 5% rente. Ja. Wat natuurlijk hartstikke mooi is. Ja, klopt. Oké. Okay. En dan heb ik geïnvesteerd. Dan heb ik, in dit geval hebben jullie natuurlijk meer geïnvesteerd. Maar als je een x-bedrag erin hebt geïnvesteerd, val je dan netjes binnen box 3 met je vermogen wat erin zit? Ja, dat klopt. Het is een box 3 belegging. Hetzelfde alsof je op de beurs investeert. Maar dan moet je dus de waarde aan het begin van dit jaar opgeven. Maar dan krijgen we van jullie... Ja, dan krijg je elk jaar krijg je een jaarkeurig jaaroverzicht. Okay. Waarin precies staat wat de stand was begin en eind van het jaar. En wat de ontvangen rente is geweest. En dan heb ik dus ook meteen weer het voordeel van box 3. Ja. Dus je betaalt wel vermogensbelasting. Ja. Maar de inkomsten die ik hieruit krijg, die zijn vrij. Nou, dat is natuurlijk hartstikke fijn altijd als je in box 3 blijft met je vermogen. Dus dan hebben we box 3, daar valt mijn investering in. En dan een volgende vraag, omdat jullie werken met duurzame projecten. Ja. Kan ik nog gebruik maken van groen certificaten of voordeel op mijn vermogensbelasting voor die investeringen? Nee, dat kan helaas niet bij crowdfunding. Want die groen certificaten die worden eigenlijk gegeven aan het project. De investeerder in dat project moet dat aanvragen bij de overheid. En zij geven dat alleen aan
partijen die een tegenbalans hebben, bijvoorbeeld een bank. Dus die met de bank, met het gehele project doen. En bij crowdfunders ziet de overheid dat niet als tegenbalans, helaas. Dus dat kan niet. Nou, oké. Maar aan de andere kant is dat niet anders dan met aandelen, vastgoed of wat dan ook. Eigenlijk heb ik het idee, is het redelijk meer een uitzondering dat je gebruik kan maken van de groencertificaten binnen je vermogensbelasting, dat je er echt veel projecten van hebt. Oké, nou, hartstikke goed om dat zo te zien. Dan hebben we een project gevonden, dan hebben we het geïnvesteerd en dan is het ook succesvol. Dus de ondernemer gaat ermee aan de slag. En als we dan teruggaan naar het Reborn-project, wat voor looptijd heeft dat dan bijvoorbeeld als je daar zou investeren? Looptijd staat in 65 maanden. Ja. Ja, dus dat drukken we altijd uit in maanden. Dus dan zit je iets meer dan 5 jaar zit je dan als vastgoedinvesteerder aan het project vast. Elk kwartaal krijg je netjes, als het goed is natuurlijk, je uitkering, aflossing plus je rendement of de rente die betaald moet worden. En na die 5 jaar of na die 65 maanden is het afgerond. Is het afgerond, ja. En hoe gaat dan die uiteindelijke afronding in zijn werk? Er gebeurt eigenlijk niks bijzonders. De ondernemer maakt, als het goed is, gewoon de laatste tranche over direct naar jouw bankrekening. Dus dan. En het leuke zou zijn dat dan ook echt het project wat je gefinancierd hebt, Dat helemaal ook af is inderdaad en goed verhuurd wordt. Ja, nou, oké. Dat is dat lijkt me het leuke van deze manier van investeren, is dat het je niet alleen rendement oplevert, maar ook een fysiek project, hetzij een windpark, zonnepark of in dit geval een stuk vastgoed wat je dan hebt. Daar ben ik wel geïnteresseerd. Zijn er projecten waar we nu nog in kunnen investeren? Want Reborn is dan al, de inschrijving is compleet. En toen ik keek op jullie website, zag ik dat er eigenlijk geen nieuwe projecten meer waren. Dus dat gaat ook heel snel blijkbaar. Ja, er komen volgende week en de week daarna komen er 3 projecten live. Dat zijn 2 zonneparken en 1 bedrijf die medicijndispensers op de markt brengt. Oké. Dus dat is een MKB-bedrijf en 2 energieprojecten. Is er al informatie van beschikbaar van die nieuwe projecten? Of is dat nog? 48 uur van tevoren komen die nieuwe projecten. Komt die informatie op onze website. Dat is een afspraak die alle crowdfundingplatforms met de AFM hebben gemaakt. Omdat die AFM niet wil dat mensen ongeïnformeerd gaan investeren. Omdat ze denken, ik moet snel zijn, te snel doorklikken zonder me te informeren. Dus Ik heb zelf nu bij jullie een profiel aangemaakt. En dan zou ik dus als potentiële investeerder ook een e-mail van tevoren vanuit ons. Over 2 dagen komt dit project op onze website. En je kan je ook nog inschrijven op de WhatsApp-service. Dan krijg je ook nog een appje op het moment dat die echt live gaat. Oké, dus dan komt er een project live. Laten we het zonnepark pakken. Is er een minimum en een maximum waar ik voor zou kunnen inleggen als investeerder? Hoe gaat dat dan in zijn werk? Het minimum is meestal 250 euro bij ons. Maximum is nu nog 80.000 euro wat de AFM als grens gesteld heeft voor crowdfunding platforms. Maar dat zou dan, stel dat je echt een vermogende investeerder bent, kan je dan 80.000 euro in verschillende crowdfunding projecten doen? Of is dat je beperkt bent dan binnen One Planet Crowd totaal voor 80.000? Per crowdfunding platform is het 80.000 euro. Dus dat, en ik weet niet waarom ze dat hebben gedaan, want je zou dan in heel veel verschillende platforms 80.000 euro doen. En ik denk dat ze eigenlijk wilden dat je totaal maar 80.000 euro aan crowdfunding zou investeren, maar dat is niet te controleren. Wij weten niet wat mensen op andere platforms doen. Wij kunnen alleen zien wat ze bij ons doen. Ja. Dus dan kunnen we dan een alarm af laten gaan als mensen daar overheen gaan. Ja, dus ik zou 4 keer in een project kunnen investeren voor 20.000 euro of in 1 keer voor 80.000 euro, maar dat is mijn limiet. Maar nog steeds is dat natuurlijk een aardig bedrag voor de meeste investeerders. Nou, dat is ook wel duidelijk om te zien hoe dat dan werkt. Als je trouwens met een BV investeert, dan geldt dat niet. Het is echt alleen voor mensen die particulieren.
En voor BV's, er zou in theorie dan een BV bijna die hele investering kunnen doen? Ja, dat klopt. Maar ook voor die zonneprojecten gaan jullie dan eerst weer naar de lokale community om te kijken of daar investeerders zijn? Kijken. Oké. Ja, dat is natuurlijk wel jammer, dan heb je weer een project en dan opeens is er een bedrijf wat daar misschien een heel groot gedeelte van pakt. Helder. En dan hebben we natuurlijk altijd de welbekende statement, risico en rendement gaan altijd hand in hand. En jullie hebben een mooi rendement. Ik zag tot 7%. Ja, 7, 8. Ja. Sommige. En het laagste 2. Ja. Dat we ook hebben gehad. Maar dat is inderdaad gekoppeld aan het rendement. Dus als de rentes laag zijn, dan zijn er over het algemeen veel zekerheden. Mm-hmm. Energieprojecten die zijn wat zekerder. En vastgoedprojecten trouwens ook. Dan bijvoorbeeld MKB-financieringen. Omdat je bij projectfinanciering probeer je zoveel mogelijk van tevoren vast te leggen. Zowel van de inkomsten als, als je bijvoorbeeld een biomassaproject doet, dan wil je dat de stroom die erin moet van tevoren is vastgelegd. Maar ook de energie die eruit komt, dat daar een afnamecontract voor is. En omdat dat, bijvoorbeeld met zonneprojecten, hoef je dat van tevoren niet vast te leggen. Want het is bekend over het algemeen hoeveel zon er instroomt op een bepaalde plek in Nederland. En de afname regel je dan met de lokale energiebedrijf die dan waarmee je een contract sluit om de energie te laten afnemen. Dat is niet heel gek natuurlijk. Dat je ziet dat als je voor 8% ergens in kan investeren, dat je als investeerder moet realiseren dat er wel degelijk ook risico's aan zitten. En dan jullie hebben nu, ik zag volgens mij net dat jullie rond de 88 projecten hebben gefinancierd. Ja, in totaal was dat hebben wij gedaan inderdaad met ons Fund the Future fondsje. Maar we hebben met One Planet Crowd in meer dan 200 projecten hebben we live gezet. Maar in het begin waren dat dus ook van die hele kleine projectjes van 30.000 euro. En ook veel voorverkoop. Want dat is eigenlijk waar het mee begon in Nederland. Dat als jij verzint, ik wil een nieuw toetsenbord ontwerpen. Mm-hmm. Dan kan je dat, dat kan nu bij ons niet meer. Maar dan kon je dat live zetten en zeggen, wie gelooft dat dit nieuwe toetsenbord en wil dat nu al kopen van mij. Dus dan is het eigenlijk echt voorverkoop. Dus dat is waar eigenlijk crowdfunding mee begonnen is. Ja. Met mensen die een innovatief iets hadden bedacht. En dat zit natuurlijk nog gedeeltelijk ook wel in jullie. Wat was het, de converteerbare leningen? Dat je uiteindelijk ook aandeelhouder gaat worden weer naar van een technologisch of een nieuwe start-up. Vernieuwend bedrijf, Dat is natuurlijk ook wel leuk wat je dan uiteindelijk eruit kan halen als investeren. Dat je... Ja, bijvoorbeeld Van Moof, die heeft bij ons, dat zijn die elektrische fietsen. Oh ja. Hebben bij ons een campagne gedaan een aantal jaar geleden. En die hebben dat ook echt gedaan om gebruik te maken van die mensen die hun geïnvesteerd hebben om daar ook fietsen aan te kunnen verkopen. Of in ieder geval die mensen als ambassadeur te hebben. En die hadden dan ook acties dat je als investeerder kreeg je korting bijvoorbeeld bij hun op een fiets. Dus als je een beetje een slimme ondernemer, die maakt er heel goed gebruik van die mensen die aan zich gebonden heeft. Ja, want ik denk qua timing, de tijdgeest die we nu hebben, is duurzaamheid. Ja, is natuurlijk een heel belangrijk thema. Waar je, op de tv zie je er natuurlijk veel over. En ook de jonge generatie is er heel erg mee bezig. Dus klopt. Ik denk dat de combinatie van vermogen opbouwen, investeren met dat duurzame, dat een hele mooie of een hele leuke vorm van investeren is, wat zeker de jonge generatie wel aanspreekt. Ja, dat denk ik ook. En ik denk dat het ook heel goed is voor ze om zo te oefenen met investeren. Om ook te kijken, wat spreekt mij nou aan? Wat vind ik leuk? Waar moet je op letten als je zo'n investeringssheet doorleest? Zeker omdat de bedragen nu vanaf 250 euro kan je instappen. Ja, dat zijn voor, als je wil gaan investeren, zijn dat natuurlijk hele laagdrempelige bedragen. En als je dan een prospectus doorlezen of doorlezen hoe de ondernemer, het plan van de ondernemer, geloof je erin? Precies. Dat is toch een andere manier van investeren. Ja, wat ik zelf dan ook, wat ik wel leuk vind, is dan een ETF waar dan 2200 bedrijven in zitten. Ja, dan weet je eigenlijk niet goed wat de bedrijven doen. Maar dan gaat het je meer omdat je de index volgt. En dat is hier natuurlijk wel heel anders. Dat je heel erg dicht bij de ondernemer zit.
Ja. Dus in dit geval, ja, wat ik zeg, leuk dat je een project hebt waar je als kleine vastgoedinvesteerder trots kan langslopen. En dan zie je dat daar een mooi pand wordt getransformeerd, waar jij dan ook met een klein gedeelte aan mee hebt gedragen. Ja, nee, dat is wel een leuke. Maar dus, ook hierbij blijft het wel natuurlijk bij crowdfunding dat spreiden, dat is met alle vormen van beleggen goed, maar dat is bij crowdfunding ook goed. Dus daarom hebben wij die 10-10 regel die we op onze website hebben staan. Dus dat je eigenlijk met niet meer dan 10% van je vermogen moet beleggen in minimaal 10 projecten. Oké. Okay. Dus om te spreiden. Ja, ja, want jullie hebben nu inmiddels dan honderden, heel veel projecten gefinancierd. Ja. Zijn er dan ook projecten geweest die het helaas niet hebben gered, waar je dus als investeerder niet... Ja, die zijn er helaas ook geweest. En wij proberen dan namens de crowd altijd nog de onderpanden en de borgen uit te winnen bij de ondernemer. Maar je krijgt nooit meer je hele bedrag terug. Meestal zien we wel dat er iets terugkomt. Maar ja, de meerderheid van zo'n investering is helaas verloren. Ja, dat is... Het zou ook gek zijn als je zegt, ik ben vanaf 2012 bezig tot en met nu bijna 10 jaar, dat alles goed gaat. Er zit uiteindelijk toch ook een stukje durfkapitaal of mensen die met nieuwe ideeën komen. En dat is niet altijd succesvol. Nee. Dus dat is wel iets waar mensen zich van bewust moeten zijn. Ja, en vooral vorig jaar maakten we ons heel erg zorgen toen die coronacrisis natuurlijk opeens uitbrak. Toen hebben de meeste bedrijven hebben wel uitstel van rentebetaling gevraagd of van aflossing. Maar bijna allemaal zijn ze er goed doorheen gekomen. En zitten ze nu weer op hun aflosschema. Ja, maar dat is eigenlijk eentje waar ik niet eens bij stil had gestaan. Hoe een coronacrisis mogelijk impact heeft op crowdfundingprojecten. Maar het kan natuurlijk best zijn als jij misschien iets ontwikkelt voor de horeca. Wat dan ook, precies, dat best een spannende tijd is dan. Ja, omdat je zag eigenlijk vooral in die eerste lockdown dat alle bedrijven op de rem gingen staan. En wij kregen ook eigenlijk helemaal geen aanvragen meer voor nieuwe projecten. Omdat alle ondernemers aan het kijken waren van ik ga maar even kijken wat er gaat gebeuren voordat ik weer zelf ga investeren. Dus, je zag het ook op de huizenmarkt inderdaad toch eventjes. Ja, de huizenmarkt zelfs inderdaad. Ja, ik dacht zelf misschien dat je wel gaat zien dat opeens toch prijzen naar beneden gaan. Maar dat was een klein dipje en de beurs natuurlijk ook. En daarna is het heel snel toch weer opgepakt. Opgepakt inderdaad. Ja, want om grofweg hoeveel projecten financieren jullie per jaar? Als je het, 30 of zo, denk ik. Zoiets in die range. Ja, dus nu moeten maar we... Het verschilt een beetje. Ja, nee. We zien dat ze in ieder geval dat die bedragen steeds groter worden. Nou, dat is natuurlijk dan wel weer interessant voor de investeerders. Ja. Dat je wat meer tijd hebt om ook na te denken, Het inderdaad door te nemen en niet maar gewoon blind investeren en zeggen van dan zit ik er in ieder geval bij. Maar dat je ook realiseert, ik zie hier een rendement van 8%. Ja, welke risico's hangen daar nu aan vast? Ja. En wil ik daarin investeren en sta ik achter wat die ondernemer doet of niet? Ja, geloof ik ook het verhaal wat hij vertelt. Ja, ja. Nee, dat is inderdaad een belangrijk iets. Oké, helder verhaal. Dan de risico's verteld van dat rendement en risico uiteraard hand in hand gaan. Dat kan ik lezen in de prospectus. En als ik nou als investeerder besluit dat ik eigenlijk... eruit wil. Ik heb 2000 euro geïnvesteerd en ik wil mijn geld terugkrijgen, voortijdig. Ja, hoe gaat dat in zijn werk of kan dat überhaupt? Nou, bij gewone leningen en converteerbare leningen die ook al in aandelen zijn omgezet, kan dat niet. Mm-hmm. Maar bij obligaties kan dat in principe wel, alleen wij hebben niet echt een beurs. Dus dan is het handigst als je zelf... je buurman zover krijgt om jouw deel over te nemen. En dan kunnen wij dat faciliteren. Of je kan het ook bij ons melden. En andere mensen zeggen misschien van... ik wil wel wat kopen. Dus dan kunnen wij daar ook een rol in spelen. En om die verhandelbaarheid wat beter te krijgen... zijn we een samenwerking aangegaan met an exchange. Dat is een beurs voor kleinere bedrijven en projecten. En we hebben dit jaar 1 project met ze samen gedaan. En dat is eigenlijk goed bevallen. Dus we willen meer met ze gaan doen. Okay. En dan kan het gewoon verhandeld worden op die beurs. Dus dan wordt het makkelijker. Ja, goed. Dan ben je weer aandeelhouder. En dan zou je aandeelhouder
Of je aandeel ook kunnen verkopen aan een ander. Of je obligatie ook. Ja, ja goed. Ja, dat is wel. Maar goed dat mensen zich realiseren. Als je eenmaal investeert, dan moet je het in principe uitzitten. Geld, het geld niet nodig hebben. Maar dat is eigenlijk een beetje een beginners tip. Of iets wat je moet doen. Investeer geen geld dat wat je niet kan missen. Nee, precies. En zeker niet met geleend geld. Maar helemaal geen geld wat je nodig hebt om een auto te kopen over een jaar. Dat soort dingen. Nou, dan is het ook altijd nog wel, vind ik het dan zelf altijd wel fijn om te weten, hoe verdienen jullie geld? Hè? Jullie zitten er, jullie faciliteren via jullie platform dat ik kan investeren. Dus jullie brengen ondernemers en investeerders bij elkaar. Maar wat is jullie verdienmodel? One Planet Crowd die krijgt van de ondernemer een succesfee. Dus alleen als het project succesvol gesloten is, dan betaalt hij een percentage aan ons. En van de crowdfunder, de beheerfee die ik net liet zien, die bij dit Reborn project dus 0,4% is. En die is voor elk project altijd die 0,4%? Of is het bij het lagere? Het verschilt een beetje per hoe groot het project is. Okay. Want dat is natuurlijk die 0,4 is best een groot percentage als je maar 3% krijgt. Ja, dan wordt het lager. Dus, okay. Want dan is je netto rendement anders. Niet voldoende. Oké, nee, goed, ja. Voor mij is het een helder verhaal. Zoals ik aan had gegeven, heb ik me ingeschreven voor jullie nieuwsbrief. En moet ik me aanmelden nog wel compleet maken. Maar ja, ik word wel graag op de hoogte gehouden van nieuwe projecten. Om dan te kijken of dat een interessant iets is om te doen. Je gaf aan dat er binnenkort 3 projecten live gaan. Ja. Dus als je bent aangemeld voor de nieuwsbrief, krijg je dat zeker toegestuurd. Kijk, dan zit ik in ieder geval op de eerste rij, in het geval als er nieuwe projecten zijn. Zijn er van jou ook al nog andere dingen die je wil delen of wil vertellen over One Planet Crowd of het investeren in jullie projecten? Ik denk eigenlijk dat we alles wel behandeld hebben. Nou, dat is hartstikke mooi. Dan zie ik je graag nog een keer terugkomen als er een ander project of een nieuw project live gaat, dat we daar eens doorheen kunnen praten van hoe ziet de prospectus eruit of hoe gaat het in zijn werk. En wellicht dat ik uit eigen ervaring dan ook wat kan delen met je. Dat is leuk. Kom graag terug. Ja, nou graag. Dan wil ik je bij deze van harte bedanken voor de komst naar de studio en de tekst en toelichting wat jullie als One Planet Crowd kunnen bieden aan investeerders, maar ook aan het MKB. En de duurzame impact die uiteindelijk gerealiseerd wordt met die projecten. Dus dank voor je komst. Graag gedaan. Heb jij nu interesse om te investeren in een crowdfund project met duurzame impact? In de videobeschrijving vind je een link naar One Planet Crowd. Op de site van One Planet Crowd staan de projecten die nu open zijn voor inschrijving. Wellicht zit er een interessant project en kan je direct beginnen. Meer informatie over investeren en financieel onafhankelijk worden vind je op onze website vastgoedmentor.com. Vergeet niet om deze video te liken en ons te volgen op YouTube en Instagram. Veel succes en hopelijk tot snel!